Voor Ajax is dit pas de tweede wedstrijd. De eerste werd met 4-0 gewonnen van Fortuna Sittard. En hier moet Racing vandaag namens Heerenveen, de ploeg die uit twee wedstrijden 1 punt overhield, proberen de nul te houden. Dat wordt lastig, want Ajax is in vorm. Hier is Grant. Die legt die bal neer. Keurig op het hoofd van Tini Hoekstra. En het is 1-0. Wat een geweldige goal en spitsen. Je ziet er rennen naar Grant. Die erkent dat dit een hele mooie afgemeten voorzet is. En zo staat Heerenveen op achterstand. En Ajax dus al snel op rozen. En Ajax gaat door. En daar is weer de vrouw die aan de rechterkant begon. Van een viermans middenveld. Tini Hoekstra nu op aangeven van Quinty Sabayo. En weer is Racing geklopt. Er staat eigenlijk geen maat op Ajax in deze wedstrijd. Heerenveen is aan het rommelen. En hier is een combinatie op het middenveld. En Sharida Spitsen uiteindelijk met het laatste tikje. Romee Leuchter zoekt de combinatie met haar aanvoerder. En zo gaat hij nog door de benen ook van de speler van Heerenveen. Heerenveen kan eigenlijk aanvallend helemaal geen vuist maken. En ook van niet in de eerste 45 minuten. Dan in de tweede helft. Ja, daar is dan eindelijk eens een kans voor Heerenveen. Maar Enema slaagt er niet in om de bal langs kop keepster van Ajax te krijgen. Dan is het weer aan de Amsterdammers op de eigen toekomst. Kijk eens, dit is een hele mooie Victoria Pelova. Sabayo legt hem weer eens opzij en Pelova hoeft dan alleen nog maar te richten. Met het rechterbeen stuurt ze hem eigenlijk de kruising in. Het is 4-0 voor Ajax. De muziek kan wel een toontje minder, denk je zo. Kijk, Heerenveen, het komt handelingssnelheid tekort. Het mist eigenlijk van alles. En Ajax superieur en toont dat hier nog maar eens. Met de vijfde goal, Nikita Tromp. DJ is scherp, Tini Hoekstra geeft de assist. En het is 5-0 voor Ajax. En is de koek dan op? Nee, is die niet. Want hier is de hat-trick. Ze mag straks de bal meenemen. Tini Hoekstra weer een goede voorzet. Soraya Verhoeven nu. En Hoekstra kopt de bal langs die arme Racing die alleen maar moet vissen in Amsterdam. Het slotakkoord is hier. Het is de zevende, Romee Leuchter. Weer Soraya Verhoeven met de voorzet. Nog geen tegengoal in deze competitie voor Ajax. Maar wel hier een afgetekende 7-0 overwinning op Heerenveen.